Oud worden is een moeilijke zaak. Ja, ik ben iemand die te veel bemerkt van de moeilijkheden van het oud worden. Hè? Niet alleen lichamelijk, maar ook het oud worden, het vergeetachtigheid. Het niet zo makkelijk meer aan het werk kunnen komen. Het oud worden is een heel moeilijk proces, maar we hebben toch geen keus. We moeten het aanvaarden. Je bent niet helemaal ongelukkig met ouder worden. Laten we dus nog een kleine correctie hier doen. Mijn ouderdom wordt begeleid door zo'n lieve vrouw dat ik toch niet ongelukkig mag zijn. Dankjewel. 1983, de schilder Karel Willink, 83, een paar maanden voor zijn dood. Naast hem Sylvia, zijn vierde vrouw. Toen ik hem leerde kennen was hij 75 en heel erg vitaal. Heel jeugdig, heel slank en heel snel. Was een hele leuke man. Want ik woonde toen ook op Driehoog en ik dacht toen hij voor het eerst bij mij kwam, zou hij wel de trap op kunnen. Maar hij vloog de trap op. Want het komt omdat hij hier ook op de derde etage woont. Hè. En dat houdt je wel fit. Amsterdam, net buiten de grachtengordel. Sylvia woont nog steeds in de kamers waar Willink leefde en schilderde. Schitterend licht, hè. Ook boven het atelier met dat mooie noorderlicht. Alles is hier eigenlijk zo gebleven als toen Karel hier nog leefde. Dat zijn zijn meubelen en nog de banken van zijn ouderlijk huis. Ik heb er eigenlijk niet veel wezenlijks aan veranderd. Willink vindt inspiratie tijdens zijn wandelingen. Niet in de oude binnenstad, maar in de 19e-eeuwse straten. Vroeger de gouden rand, nu de koude rand. Want de bewoners zijn al lang vertrokken naar groene buitenwijken. Nu huizen er kantoren en hotels. Bij Willink wordt het weer stil, net als vroeger. Meestal is het realisme van mij niet aan de vrolijke kant. Het is meestal een noodlotsfeer zit erin. Iets van onherroepelijks. Een dagelijks leven vroeg me altijd als iets goed afloopt. Dan denk ik, hé, wat gek, dat had helemaal een catastrofe moeten worden. En dat valt mee. Dus ik ben eigenlijk wel een pessimist. Maar er moet natuurlijk ook van een zeker optimisme door me heen gaan, gezien de voorvaardigheid waarmee ik altijd weer doorga de zaken te schilderen. ...1920. De jonge Willink breekt zijn studie architectuur af en reist naar Berlijn. Hij wil leren schilderen. Hij ziet er de nieuwe kunst. Abstracten als Kandinsky en Paul Klee. Toen ik in Duitsland kwam, door de invloed van de omgeving daar, die zeer geavanceerd was, ben ik abstract gaan schilderen. Die heb ik zelfs geëxposeerd in Duitsland. Ik kreeg zelfs kritieken, zeer welwillende kritieken over die schilderijen. Hij bouwt zijn doeken op met elementen die doen denken aan moderne machines. Zijn grote voorbeeld, Fernand Léger. In Antwerpen ontmoet Willink de Belgische avant-garde in het atelier van de abstracte schilder Jozef Peters. Peters geeft tijdschriften uit en Willink levert lino's. Daar leert hij ook de Nederlandse schrijver Duperron kennen. Toen ben ik langzamerhand en door de invloed van Duperron ben ik gaan twijfelen of dat wel de goede weg was die ik moest gaan bewandelen. Toen ik eenmaal van het abstracte genezen was, zou je kunnen zeggen, het is niet aardig, maar het is toch zo. Toen begon ik ook lust te krijgen in het schilderen van de realistische dingen. Een van de realistische dingen is zijn eerste vrouw. 2 jaar later zullen ze scheiden. Dat heeft het museum in Arnhem een paar maanden geleden aangekocht. Dat had ik opgerold gevonden ergens op een atelier. En toen dacht ik, ach, laat ik het maar eens zien. En het had toen een geweldig succes. Alle kranten hebben een productie van die vonden dat schijnbaar erg mooi. Het stelt dus voor een kind met een dat aan zee met een bal speelt, hè? Mm-hmm. En met een vuurtorentje, zo'n beetje Zandvoort-achtig geval. Ja. Och, dat was wel grappig. Daar hangt dus een schilderijtje uit 27. Dat heet Avond in Hier. En er zit een uiltje op een tak, daar. En daar laat hij al schaduwen op het doek komen van objecten die buiten de lijst gebeuren, zeg maar, buiten het schilderij zelf. Dat zal hij later veel meer doen, dat er dingen
gesuggereerd worden die er niet zijn. Dus alleen met de schaduw. Dan ontdekt hij deze schilder, de grote voorloper van de surrealisten. Ook een andere invloed is merkbaar in mijn werk. Dat is namelijk de invloed van Chirico, de Italiaan, die metafysische kunst maakte. Ik zag een grote tentoonstelling toen ik mijn vriend in Berlijn bezocht, in het Kroonprinsenpaleis toen dat tijd. En vooral die grote schilderij met die grote mannequins, met die grote koppen, die hebben diepe indruk op me gemaakt. En ik was echt wat je noemt een adept van Chirico toen. Zoals bij de Chirico verlaten pleinen klassicistische gebouwen. De jaren 30 herontdekken de bouwstijl van de oudheid. Fascisten dwepen met de grootsheid ervan, kunstenaars met het tijdloze. Willink voegt daar nog de sfeer van mysterie aan toe. Ook daarin staat hij niet alleen. Ik voel me eigenlijk ook in dit genre verwant met Delvaux. De schilder Delvaux is in dezelfde tijd merkwaardigerwijs in dezelfde tijd begonnen. Delvaux heb ik pas leren kennen in 1946, zodat het natuurlijk niet waar is als mensen beweren dat ik Delvaux nadoe. Het is ook niet omgekeerd waarschijnlijk, of schoon. Men op, in 1950, toen ik een eenmans tentoonstelling had in Brussel, in het Paleis van de Schone Kunsten, toen schreef een criticus, een van mijn schilderijen leek op een Delvaux avant la lettre. En dat vond ik min of meer wel een compliment, omdat ik wel Delvaux een groot schilder vind. Mijn realisme op een of andere ondefinieerbare eist ademt, heeft een achtergrond van angst, van griezeligheid. Deze situatie kan elk ogenblik tot een catastrofe veranderen. Jonge Duitsers, dit is Radziwill, schilderen al van in de vroege jaren 20 een hard en somber realisme. En het lijkt erop dat Willink ook hun invloed heeft ondergaan. Dit is uit een hele serieuze periode. Hè? Daar was ik dus Job, de leidende Job. Hè? Ja. Of ik me daarmee geïdentificeerd heb, weet ik niet. Maar als u goed ziet, dan kunt u enige gelijkenis met mij treffen. Ik heb mezelf als model genomen. Oh ja? Ja. Ik weet niet of u het ziet, maar ik heb het mooi weggewerkt. Hè? Ja. Ja. Nou, die religieuze landschap is natuurlijk maar heel beperkt, maar toch. Maar toch. Hè? Ja, maar je bent toch niet religieus? Ik ben niet religieus, Die Johannes is niet religieus maar waarom, bedoeld. Maar weet jij waarom ik dan toevallig wel een apostel Ja, omdat je hebt er een papier bij geschilderd. Waarop staat, een stuk uit de prediker, dat je het nu moet doen in het leven, want in het hiernamaals is er niets. Ja, ja. Met en andere daarom woorden, heb je dat erbij geschilderd. Een weinig religieuze tekst, een van die zeer realistische teksten uit de Bijbel, heb ik genomen. Om eronder te zetten. Dat je dus met volle, als je iets doet in het leven, moet je het ook met de 100% inzet doen. En niet maar een beetje zo. En dat heb ik ook geprobeerd. Willink is op zoek naar waarden in een zwalpende wereld. De techniek van de oude meesters is zo'n zekerheid. De rest biedt minder houvast. Ik ben niet conventioneel religieus. Maar ik ben natuurlijk in mijn diepste wezen, voel ik dat er geheimzinnigheden zijn, onverklaarbare geheimzinnigheden, waar zelfs de hele bijbellezing niet aan toekomt. En dat is natuurlijk waar, ja. Ik kan er niet allemaal om lachen. Dus daarvoor zit de zaak toch te grandioos in elkaar. Hè? Al is het een grandioze vergissing, dan is het ook een geweldig grandioze, een geniale vergissing, de zaak. En dat schilderij is uit 1939. Dat is echt heel beeldig, met die boompjes hier. Een paar jaar geleden verscheen dit essay. Het toonde aan dat Willink trouw uitbeeldde wat de Duitse cultuurfilosoof Spengler rond 1920 had geschreven in zijn boek De ondergang van het avondland. De 20e eeuw is een periode van revoluties, oorlogen en toenemend verval. Al honderden jaren is de westerse beschaving op haar retour en nu ligt ze helemaal in puin. Daar is Karel van overtuigd, ja. En ook later was hij daar steeds meer van overtuigd. Want in een interview in het NRC Handelsblad wordt hem nog eens gevraagd naar de boeken die hem geïnspireerd hebben in zijn jeugd. En dan noemt hij weer dat boek van Oswald Spengler. En dan zegt hij dat de wereld er nog griezeliger uitziet dan toen.
Het Westen had volgens de Duitser en ook volgens Willink zijn laatste culturele bloei gekend in de 17e eeuw. Willink bewondert vooral Franse landschapsschilders uit die tijd, zoals Poussin. Wilma, zijn tweede vrouw. Een pijnlijk scherp portret. Ze heeft vele dagen voor hem geposeerd, maar Willink werkt ook naar foto's. Vaak fotografeert hij zichzelf. Het is geen toeval dat zijn doeken er technisch zo perfect uitzien, want hij heeft alles wekenlang zorgvuldig voorbereid. Eer hij Job schildert, gaat Willink zitten voor zijn camera, in dezelfde houding, maar onder verschillende belichtingen. Hij poseert als de pilaarheilige op een verhoogde houten doos, om later exact het lage standpunt te kunnen schilderen. Hij combineert elementen. Een hoekhuis uit de Vondelstraat, een paleis uit Potsdam, een voetbalveld. Mijn functie als schilder zou ophouden als men alle gewenste kleuren en effecten zou kunnen bereiken met fotografie, schrijft hij. Dan kan ik uit kleurenfoto's collages maken. Een Hercules uit de beeldentuin van het Rijksmuseum. Dankzij de foto schildert Willink de precieze ronding van licht en schaduw en elke barst afgeschilderde vlek en spatje korstmos. De onwezenlijke stilte van Amsterdam tijdens de oorlog. Niet alleen het beeld en de huizen in de verte, maar zelfs de wolkenlucht heeft Willink nagetekend van foto's. Ja. Dit is een voorstudie van Karel uit 1936, want hij maakte overal op papier eerst een schets van. Dus het schilderij werd op papier geboren eerst. Dat is dus heel persoonlijk. Om te kijken waar het licht en het donker kwam en zo. Het is niet zo dus dat van alles een foto aan de oorsprong ligt? Niet alles, niet alles. Soms wel. Ja. Vaak ook wel, dat hij dat combineerde, maar ook vaak niet. Want ik heb dus heel veel schetsboeken waarmee hij in Frankrijk is geweest, waar koffievlekken op zitten, waar wijnvlekken op zitten. Daar is hij gewoon mee op reis geweest. Na de oorlog raast een artistieke storm door Amsterdam, de Cobra Groep. De jonge schilders worden met open armen ontvangen door directeur van het Stedelijk Museum, Sandberg. Sandberg was de promotor van deze groep. Als mijn belangstelling net zo groot was geweest als voor de Cobra Groep, en had ik dus ook meer in het buitenland geëxposeerd zoals de Cobra dat deed, dan was ik waarschijnlijk nog bekender geworden. Ja. Maar dat is niet geweest. Zijn liefde was te groot voor de Cobra. De dierentuin inspireert Willink tot een volgende serie. Hij schildert nog scherper dan vroeger, maar echt nieuw zijn de doeken niet. Dit schilderij is uit 1965. Toen was hij dus 65. Een geweldige lap van de schilderijen. En het is een van die serie uit van de beeldentuin van Bomarzo. Die geheimzinnige beeldentuin uit 1558 ongeveer. Van de familie Orsini. Ik was dus meteen door die beelden geweldig geïmponeerd. En ik heb daar foto's gemaakt en ik heb ze zitten tekenen. En toen ik dus een dag thuis was, toen dacht ik, daar kan ik wel wat. Die kan ik wel gebruiken in schilderijen. Dat heeft hem tot aan het eind van zijn leven geïnspireerd. Want ook zijn allerlaatste schilderij, dat nooit is afgekomen, daar komen deze beelden weer op voor. In 1960 sterft zijn vrouw Wilma. Ze hebben bijna 30 jaar samengeleefd. Willink is 60, toch voelt hij zich nog jong. Hij duikt in de Golden 60s. Kijken. Nee. Oh ja, dat vind ik wel mooi. Heerlijk sentimenteel, hè? Parijs bij om 5 uur 's morgens. Dat vind ik ook wel lekker. Hij ontmoet Mathilde. Ze wordt zijn derde vrouw. Maar eerst vond ik het wel
interessant, maar ik was niet direct verliefd. Hoe oud was je toen? Ik kwam pas van school af. 19? En hij was 40 jaar ouder? Ja. Wie maakte het ontbijt? Willink. En wie kookte er? Willink. En wie ging er eten kopen? Willink. Ik vind het jammer dat mijn schilderijen dus helemaal verstrooid zijn. Ik moest ze wel verkopen. En dat is natuurlijk gedeeltelijk ook de schuld aan die hele kostbare inventaris van Mathilde. Die dus, die heeft voor duizenden aan kleren. Had een garderobe van hier tot Gunder. Is het niet enorm zwaar om te dragen? Ja, het zijn ook sterke schouders die de beelden kunnen dragen, ja. De duurste jurken. En die hebben natuurlijk een vermogen gekost. En dat heb ik allemaal betaald, ja. En waarom ik zo gek geweest ben, weet ik nog niet, maar het is gebeurd. In 1975 breekt hij met Mathilde. Hij leert Sylvia kennen, zelf een kunstenares. Dit is een kop die ik voor hem gemaakt heb. Het echtpaar is bevriend met schrijver Willem Frederik Hermans. Dit is Jozef Brodsky. Dat is een Russische dichter. En die is in Amerika gaan wonen. En die heeft een keer de Nobelprijs zelfs gekregen. En die heeft in 1985 een gedicht gemaakt over Karel Willink. Dat heet Op een expositie van Karel Willink. En vond ik zo fascinerend dat hij Karel zo postuum zo goed begreep. Hè? Dat Karel postuum een vriend gevonden had eigenlijk. En toen ben ik zijn kop gaan maken, ik heb hem leren kennen en toen heeft hij deze kop zelf onthuld hier in Amsterdam. En dat Willink gedicht in het Russisch voorgelezen. Daar begrijp je daar niks van, maar dat klonk fantastisch. En hij heeft me weer enthousiast gemaakt voor Auden, een Engelse dichter Auden. En dat is een prachtige foto van Karel daar. Zoals hij helemaal was. Een hele lieve man.